Mohammed Allegh begon, denk ik, ergens in de jaren 80 hier bij de WO zijn voetbalcarrière. Daarna werd hij prof, werd hij manager van allerlei verenigingen. Nu is hij technisch manager bij de KNVB. Vanavond is hij hier bij de WO en wordt hij geïnterviewd door Jeroen Smalen, AD-journalist. En wij zijn er ook en praten met hem. Mo Allegh, we zitten hier in het midden van de kantine van DWO, waar je lang geleden kind aan huis was. Ja. Vanavond ben je terug om te worden geïnterviewd door AD-journalist Jeroen Smalen. Hoe voelt dat eigenlijk om weer terug te zijn op het oude nest? Ja, zoals ik net al zei, toen ik hier aankwam rijden, toen kreeg ik een ontzettend raar gevoel. Een beetje een vreemd gevoel, want het is echt behoorlijk lang geleden dat ik hier voor het laatst ben geweest. Zeker 12 jaar geleden. Ik heb hier toch ontzettend lang rondgelopen, bijna 15 jaar. En ik heb ontzettend veel meegemaakt, geleerd, gevoeld, ervaren. Dus ja, het een heel vreemd gevoel bekroop mij, maar wel een heel prettig gevoel. Vooral toen ik net de kantine binnenkwam en echt die oud-gediende weer zag. En mensen die al zo lang, die mij echt hebben zien opgroeien tot een volwassen man, om die weer eens te zien. Dat tikt dan een emotionele snaar aan. Dan ben je weer, dan zien we allemaal mensen die van vroeger, die zijn die gebleven. Zo'n vereniging blijft in de kern intact. Dat voelt alweer heel vertrouwd en aangenaam. Het voelt hartstikke vertrouwd, ondanks het feit dat de kantine wel veranderd is. Hè. Er zijn een aantal dingen echt wel veranderd hier. Maar ja, je loopt gelijk naar links toe. Je ziet die mensen eigenlijk bijna letterlijk op dezelfde plaats staan waar ze 15 jaar of 20 of 30 jaar geleden ook stonden. En ja, dat voelt gewoon echt vertrouwd. Je geeft mensen een hand die ik echt al jaren niet heb gezien. Ook langer dan 12 jaar trouwens niet hoor. Die ik echt al misschien wel 20 jaar niet heb gezien. Ja, en die je gelijk herkent, die je ziet, die een openingszin hebben, die we toen de tijd ook gebruikt, hè, qua humor en zo. Dus ja, dat voelt ontzettend vertrouwd, ja. Want even in de vogelvlucht, je bent hier bij DWO begonnen destijds. Daarna Alphense Boys, profvoetbal, aantal clubs gespeeld, uit mijn hoofd VVV, Groningen onder andere, Excelsior. En daarna werd je al vrij snel een behoorlijk succesvol manager in de voetbalwereld. Nu ben je technisch manager bij de KNVB, een zeer belangrijke baan. Maar wat de mensen volgens mij ook goed van jou weten, is je sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. In hoeverre kan je die nog kwijt, zeg maar, in je huidige functie bij de KNVB? Want dat lijkt mij soms een beetje een kille organisatie. Of zit ik er nu helemaal naast? Ja, ik denk wel dat je ernaast zit. Want ik ook wel denk dat er wel redelijk veel passie is, zeg maar, voor voetbal. Maar ik kan juist mijn ei daarin kwijt. En ik zal je vertellen waarom. Die functie die ik heb binnen de KNVB, die vervul ik binnen twee verschillende units. Het amateurvoetbal en het betaald voetbal. Binnen het betaald voetbal is het voor mij een herkenbaar terrein. He, dan heb ik gewoon te maken met de BVO's, met de mensen die ik ken. En daar kan ik mijn weg heel makkelijk in vinden. Maar binnen het amateurvoetbal ben ik dus echt met de basis bezig. Dan ben ik bezig dus met de verenigingen. He, de breedte sport, daar waar ik opgegroeid ben. Waar ik heel veel meegemaakt ben. Ja, die ook een heel belangrijk onderdeel zijn geweest voor de mensen die ik nu ben. Dus ja, ik kan daarmee aan de gang. Hoe belangrijk het is om talenten kans te geven, om kinderen gelukkig te maken, zorgen dat ze veilig kunnen sporten, dat ze goede trainers hebben. Ja, ik kan mijn sociale ei daar enorm in kwijt, omdat ik nou gewoon een ervaringsdeskundige ben en weet hoe belangrijk de breedte sport, dus het amateurvoetbal, voor kinderen, voor ouders, voor mensen überhaupt of een vereniging kan betekenen. Hoe staat dat daarmee met de sociale gedragscodes binnen die wereld? Er is natuurlijk een enorm tragisch incident geweest onlangs met de dood van de grensrechter. Toen kreeg de KNVB ook het verwijt dat men eigenlijk te langmoedig en te laat reageerde. Wat heeft dat met jou gedaan? Nou, laat ik het zo zeggen, is wat er gebeurd is zo ongelooflijk tragisch. Weet je wel? Dus je schrikt daar enorm van, met name ook omdat het op een terrein, binnen een terrein begaf waarin ik werkzaam ben, snap je? Dus dat in alle heftigheid barst dat natuurlijk wel los. Bij mij ook op de gang. Mensen ook echt ontdaan waren. Hè? Dus echt mensen van, wat gebeurt er? En jij zelf? Ja, natuurlijk, ja, absoluut. Uiteindelijk, het gebeurt natuurlijk wel binnen voetbal waar ik in werkzaam ben. Maar ik baal net zo natuurlijk als er iemand in het kader van zinloos geweld binnen het uitgaansleven daar iets gebeurt, weet je wel. Of iemand zijn kind verliest of iets dergelijks. Maar dat stond wat verder van me af. Ik had nu zoiets idee, hey, dit staat zo dicht bij mij. Hè, omdat ja, de lijnen zijn hartstikke kort. Het gebeurt binnen mijn terrein. Ja, dat heeft er behoorlijk ingehakt, laat ik het even zo zeggen. Maar je ziet ook ongelooflijk veel, heel veel positieve initiatieven ontstaan. De reacties uit het land, de verenigingen, de dynamiek die naar ontstaan is om met elkaar eens even goed na te denken waar we staan, wat we doen. De ideeën die er ontstaan. Ja, dat, dat,
dat is nu, zeg maar, dat ervaar ik nu weer als positief. Hè? Dus dat ik is dat blijvend, denk je? Of is dat, ben je optimistisch genoeg om te denken dat dat blijvend is? Of verwacht je dat het misschien weer vervliegt en dat iedereen weer zijn oude rol schiet binnenkort? Nou ja, goed, er zijn natuurlijk genoeg tragische gebeurtenissen en incidenten geweest in de wereld. En ook in Nederland, die af en toe toch wel eens een herhaling krijgen. Maar ik ben nu wel optimistisch. Ik ben nu echt optimistisch. Omdat ik nu ook echt wel het gevoel heb dat heel veel clubs zeggen van, nou ja, oké, waar willen we nu naartoe? Hè? Wat voor vereniging willen we zijn? Hoe willen we eigenlijk dat we met elkaar omgaan en dergelijke? En kunnen we met elkaar initiatieven bedenken om ervoor te zorgen, hè, dat we ons echt verenigen, dat we dingen samen doen, dat we samen leven? Ik denk niet dat dit blijvend is. Ik ben hier wel optimistisch over. Het goede voorbeeld moeten volgens mij de professionals zelf geven en hun trainers. Doen ze dat? Ja goed, dat kan ik niet in algemene zin zeggen, om dat zo te benoemen. Daar heb ik helemaal geen zicht of geen kijk op. Het enige wat ziet toch ook op tv, op zijn minst, trainers zich op een bepaalde manier gedragen. Spelers die agressief zijn, zo bedoel ik dat. Amateurs kopiëren vaak het gedrag van professionals. Dus het goede voorbeeld moet, zeg maar, bij de profs beginnen. Zie jij in dat opzicht een kentering of ben je daar somberder in? Nee, goed, in eerste instantie dacht ik even dat je het over amateurtrainers had. En daar heb ik echt geen zicht op. Maar als het gaat om die trainingsbetaald voetbal, ja, dat klopt. Nou weet ik niet, hè, of dat echt goed wetenschappelijk onderzocht is. Of datgene wat ze zien op tv, of dat zich kopieert naar clubs, naar spelers. Ik denk het zeker wel. Het lastige is, denk ik, in het hele verhaal, is dat je binnen dat topvoetbal, waar heel veel belangen spelen, veel emoties ook een rol spelen. En dat je zich daarin moet leren beheersen. Nou, ik weet wel, dat heb je ook wel gevolgd in de media, dat er in ieder geval een issue is, dat het een belangrijk bespreekpunt is geweest binnen het scheidsrechterskorps en ook binnen de trainingsgilden, om eens met elkaar eens even onszelf te herijken en eens na te denken van oké, jongens, waar kunnen we in ons gedrag verbeteringen aanbrengen? Waar moet dat en waar niet? Dat, ik geloof ook wel in dat daar actief over nagedacht wordt. Ik hoorde je zeggen in het interview met Jeroen dat je als voetballer je wel eens afvroeg van wat doe ik in deze wereld, hè? Maar dat je enorm verliefd bent nog steeds op dat spel. Is dat ook nog steeds je drijfveer om dit werk te doen bij de KNVB? Ja, mijn liefde gaat zo diep. Ik ben zo gek van het spel. Maar waar ik ook ongelooflijk van kan genieten. En ik denk dat voetbal zich daar ook hartstikke goed voor leent. Ik kan zo gelukkig worden als ik talent zie groeien. Als ik talent beter zie worden. Als ik kinderen zie presteren op het veld. En uiteindelijk tot volwaardige topsporter ontwikkelen. Ik geniet daar gewoon ongelooflijk van. Ik ben verliefd op talent en ik denk dat ik daar binnen de KNVB heel veel toptalent tegenkom. Nou, ik kan daar enorm van genieten en dat maakt me ook gelukkig en daar haal ik mijn energie uit. En er valt veel te genieten, begrijp ik, op dit moment en dus ook de komende jaren voor de voetbalsupporters in Nederland. Want er zit veel talent aan te komen. Ja, er zit nu veel talent aan te komen. Dus we kunnen wel zeggen dat er weer een generatie aankomt die in ieder geval erg talentvol is. Dat geeft nog steeds geen verzekering. Hè? Dat geeft geen garantie op dat we dan uiteindelijk ook internationaal gaan presteren. Maar dat heeft ook gewoon te maken is dat de concurrentie in andere landen gewoon aan het opkomen is. En dat dan ook de wet van de aantallen en de financiën en dergelijke ook een rol gaan spelen. Maar ik denk wel dat het onmogelijk is om in die top van de wereld te blijven voetballen door altijd uit te gaan van het principe van goed opleiden, jeugd de kans te geven en te investeren ook in jeugd. Dan denk ik echt dat wij een hele grote kans maken om de komende decennia nog steeds een rol van betekenis in Nederland te kunnen spelen. En je ziet jezelf voorlopig althans wel in de voetbalwereld blijven werken of longt af en toe toch ook wel je andere passie, het maatschappelijk werk, de sociale hulpverlening? Ja, nou, daar ben ik eerlijk in. Dat trekt natuurlijk altijd wel. Alleen ja goed, ik ben nu gewoon nog ontzettend gelukkig, zeg maar, in die branche waarin ik werk, ja, met het voetballen. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen, naar nieuwe prikkels en dergelijke. Zo zit ik ook eenmaal als mens in elkaar. Maar ik denk dat ik die topsport in mij, hè, en nou, die maatschappelijke werker in mij, zeg maar, dat ik die twee kan verenigen in het werk wat ik op dit moment doe. Dat gevoel had ik ook toen ik bij een betaald voetbalorganisatie werkte. Waarin ik ook dus echt een betekenis kon hebben voor mijn verzorgingsgebied. Voor onze stakeholders of mensen die komen kijken, voor die amateurverenigingen. Ja, ik heb echt het idee dat voetbal nou, ja, datgene brengt wat ik als persoon nodig heb. Tot slot, je zegt, ik ben hier 12 jaar of zo niet geweest. Maar ik hoorde je ook zeggen, volgens mij jouw broer is hier trainer en je neefje voetbalt hier. Dan moet je toch af en toe wel eens komen kijken of niet? Ik zou het heel graag willen. Alleen, ik woon in Veldhoven. Ik woon daar samen. Ik heb zelf 2 kinderen. Ik werk 6-7 dagen in de week. Vlieg 24 keer per jaar ongeveer naar het buitenland. En nou ja, goed, dan ga je prioriteiten kiezen. Dat is mijn eigen vrouw en mijn prachtige kinderen.
En als ik tijd heb, dan kom ik. Maar dan zijn het meestal de verjaardagen van de kinderen. Als ik hier nou zou wonen, heb ik veel meer tijd. Dan had ik zelfs nog wel wat gedaan hier bij mijn vereniging. Maar ja, dat zit er helaas niet in. Want het blijft een goed gevoel dat je eraan overhoudt aan deze avond. Zometeen de tweede helft van het interview. Dankjewel en veel succes met alles. Dankjewel. Ja.